It's been a long time. De zon schijnt. De zon schijnt. Iedereen is buiten. Iedereen is blij. Iedereen zingt met mij. Iedereen zingt met mij. Ja, ik hou gewoon van schoenen. En verschillende kleuren. En vormen. Deze schoenen zijn mijn lievelingetjes. Waarom? Nou, ik heb ze niet zo lang, maar deze vind ik gewoon echt mooi. Ze zien er echt allemaal als nieuw uit. Ja, ik ben maar redelijk, dus zeg ik zuinig. Niet te veel aftrappen en dergelijke. Nou, een beetje vies, maar voor de rest is hij wel gewoon netjes, gewoon wit onderkant houden. Ja, je moet ze natuurlijk wel verzorgen. Ik wil van, ik ben al 18. Ik kan niet met afgetrapte. Ja, oké, okay, je kan wel misschien een keer met afgetrapte schoenen gaan lopen, maar ik bedoel van, ja, ik weet niet, het is niet zo netjes. Wanneer ik wakker word, tweet ik even, doordat ik eigenlijk uit bed ben gestapt. Misschien wat dat ik denk, mijn broodje was niet zo lekker. Zou het wel kunnen dat ik dat gewoon op Twitter plaats. Ik heb 175.822. Dus dat is aardig wat. De meeste van Nederland om precies te zijn. Een jongen vraagt me hoe het hier gaat. Dus ik zeg hem, goed grap. Ik ben hier gewoon bezig. En op een gegeven moment kwam er dus een ranglijst. En die zei, ja, je staat op nummer 1. Oh, wordt gebeld. Kan ik hem gewoon opnemen? Ja. Okay. Hallo? Oh, goedemiddag, met de Van Hoorn. Ja, klopt. Oh ja, ik zou terugbellen, want ik wilde daar niet aan meedoen. Ja, een item over Twitter verslaafd en dan zitten er deskundigen bij of zo. Of deskundigen gaan hun visie erover geven, denk ik. Maar ja, mijn zus zei gewoon van, ja, nee, dan word je echt afgeschetst als een gek. En er zijn ook deskundigen bij en ja, die gaan natuurlijk niet zeggen van, tweet lekker elke dag 1000 tweets. Het is eigenlijk mijn zus die me zei, ik begin met Twitter, want ik maak ook muziek. Dus die zei, ja, Twitter kan wegen voor je openen en dergelijke. Daarnaast is het ook goede promotie, dit, dat, zo. Heb je al een nummer over Twitter geschreven? Ja, ik heb wel een nummer over Twitter, ja. Toevallig. Laat ze horen. Okay. Ja, op dit moment heet het Tweets. Ik kan je niet meer volgen, want dit gaat te snel. Tweets niet over te snel. Volg mij niet, maar volg je droom. En het resultaat is dat ik terecht bij jou kom. Dat was hem eigenlijk. Ik vraag nu wie die Mute-app voor mij heeft. Applicatie voor je camera van BlackBerry. Maar op dit moment werkt die niet. Slaap je ermee? Ik slaap er niet echt mee, maar hij ligt wel altijd naast me of ik lig erop. Meer op die manier, maar. Erop? Ja. Het ligt best wel zacht. Dus meestal op die manier. Helpt hij om in slaap te komen? Nou, helaas niet echt. Ik heb wel al een tijdje, een paar jaar zo, moeite met in slaap vallen. En ik heb ook geen slaappillen. Slaapbevorderende pillen. Okay. Melatonine. Okay. Alleen, die werken niet. Dan leg ik dus in bed. Oké, en dan denk ik eigenlijk, hier gaan we weer. Inmiddels denk ik dat dus, hier gaan we weer. En dan is het weer de strijd tegen slaap. En dan schaapjes stellen. Ik hoor vaak dat het helpt. Nou, in mijn wereld niet in ieder geval. Dus twitter ik een beetje. Dan hoop ik eigenlijk dat het scherm me een beetje moe maakt. Gewoon een beetje proberen te ontspannen, te relaxen. Gewoon. Ja, het kan wel voorkomen dat ik echt wanhopig word, maar ja. Hoe denk je dat je er vanaf gaat komen ooit? Goede vraag. Hoe ik er vanaf ga komen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee, als ik eerlijk moet zijn.
Stond je alweer... Ja, ik stond paraat. Ja, maar je stond alweer in je BlackBerry. Ja, klopt. Oké, ja, kom maar. Dus meestal ga ik echt pas slapen als ik echt moe ben. Daarom probeer ik eigenlijk voornamelijk in de avond naar de gym te gaan. Zo rond 11 uur sluit de gym. Dus rond 10 ga ik en dan ga ik 11 uur eruit. Dat ik een beetje moe word, hopelijk. En dat ik dan kan gaan slapen.